minister van Defensie, hoe voelt dat? Nou, als een verantwoordelijke taak. Ja, dankjewel. Zo. Dankjewel. Klaas, ik wil je hartelijk bedanken overgaan voor het tijdenwaar. Ja. Ik heb natuurlijk wel gezien dat er heel veel gebeurd is in de afgelopen jaren. En dat er heel erg gewerkt moet worden aan vertrouwen, van hoog tot laag in de organisatie. En daar zie ik echt naar uit om dat te doen, om eerst met iedereen te praten en ook samen te kijken, wat moeten we naartoe met Defensie voor de toekomst. En ik ben dus gewoon heel blij dat ik met iedereen in gesprek kan gaan en dat ik met ons allemaal kan nadenken over de nieuwe Defensienota, want dat is uiteindelijk belangrijk voor de toekomst. Het is 1 minuut muziek voor elke week dat ik gewerkt heb, toch? Ja, zeker. Zo, ja. Het is nu officieel, hè? Ja, hartelijk welkom, staatssecretaris. Ja, dankjewel, meneer staatssecretaris. Ja, dat je er bent. Nou, ga ik zeker doen. Afgelopen jaar zijn zwaar geweest en ik realiseer me dat we vertrouwen moeten herstellen. En ik doe dat graag samen en voor de organisatie, met de minister, en ik hoop op een hele mooie samenwerking. Nou, de opdracht is natuurlijk vormgegeven in het regeerakkoord. We kunnen eindelijk investeren in Defensie. We hebben 1,5 miljard om te investeren. En ik wil echt beginnen met de top natuurlijk van de organisatie aan het op orde brengen van de basisgereedheid. Dat is denk ik het eerste dat moet gebeuren. En dat is voor iedereen van groot belang, omdat ik me heel erg bewust ben van het feit dat de mensen die hier werken allemaal ook met gevaar voor hun eigen leven overal werken. Dus dan moet de basisgereedheid op orde zijn.